Ik weet niet of dit nou echt mijn dingetje is. Wat? Dit hier werken. Nee? Ik denk toch een beetje te rustig of zo. Je weet het nu al. Ik heb meer zoiets van, dan zit ik nu een beetje jullie tijd te doen. Yo, welkom bij een nieuwe aflevering van de Gierige Gast. Ik ben Joost. En ik ben Martijn. Ja, en vertel het Martijn, wat gaan we vandaag doen voor Gierige Streek? Ik heb er heel weinig zin in. Het werd echt super awkward. Ik heb namelijk gesolliciteerd bij een heel leuk cafeetje hier om de hoek. En ja, ik heb zometeen mijn proefdag. En wat heb je vaak bij een proefdag? Dat je eerst nog even gaat eten voordat je echt gaat werken. Ja, je mag mee eten met de personeelseten, ja, en dan word je ingewerkt. Klopt. En dan? Nou ja, dan is het aan mij om dan een smoes te verzinnen zodat ik echt eigenlijk niet hoef te gaan werken. Dus jij gaat gewoon mee eten en dan peer je mee? Ja, nee, oké, snap ik. Maar ik ga wel even terug, want het is natuurlijk corona geweest, dus alle horeca heeft het zwaar gehad. Ja. Maar het is gewoon om te laten zien dat het kan. Ja, en ik heb even gekeken net in het zaakje. Echt heel rustig. Er is niemand. Nee. En er moet wel iemand bij zitten voor de audio en het geluid, et cetera. Ja, dus jij gaat daar zitten. Dit is een spijkem. Dit is een spijkem. En stopt in de waterfles. Hier zit dan het cameraatje. Ik ben oprecht een kwartier te laat, omdat Niels te lang aan het treuzelen was met die kutcamera. Dus echt super chill. Ik kom daar een kwartier te laat en ik ga na de pizza boeken weer. Ik heb niet gezien trouwens, man. Ja. Hallo, goeiedag. Ik ben Martijn. Ik kom een proefdagje draaien. Ja, ik heb het gehoord. Ja. Zeker. Sorry dat ik een beetje laat ben, hoor. Ben je laat? Oh, nee, ik ben helemaal niet laat. Ik ben te vroeg zelfs. Wil je drinken? Ja, ik heb een soort van premixed. Ik ben weer aan het sporten, dus ik zit mee creatine in. Leen had het over dat ik misschien nog even iets kon eten. Voor ik, ja, kan dat? We werken dus zeg maar samen met de snackbar die hier naast zit. Ja. En de pizzeria die verderop in de straat zit. Oké. Okay. Heel chill. Ja, pizzaatjes zou top zijn. Maar leuk, hoe ben je hier tegengekomen? Ja, via. Ik heb vroeger veel in de horeca gewerkt. En een beetje gaan freelancen in de mediawereld. En dat ligt nu allemaal een beetje op. Ja, dat ligt nu allemaal een beetje op zijn gat. Dus het is ook gewoon heel fijn om een beetje een extra inkomen. Ja, snap ik. Hier en daar. Ik ga nu benieuwd. Maar lang geleden, man. Ja, heb ik. De laatste keer dat je zag was bij het inlineskaten. Ja, dat was een lachen. Doe dat niet meer, man. We deden het voor het Vondelpark, toch? Zo. Achterwaarts, zullen we dit niet langs doen? Pionnetjes en zo. Zullen we dit niet doen? Maar ja, dat is goed, kan gebeuren. Ja, toch? Wat chill. Ja, maar echt lang geleden. Ja, dat is, wat was dat? Jullie kennen elkaar? Ja, van inline skaten. Wat? Ik heb een heel... Inline skaten vroeger. Oh, wauw. Ja. Ja. Amsterdam is een dorpje, hè? Een mini-rondleiding. Ja, graag. Ja. We beginnen beneden. Oh, kijk, pizza. Laat maar. Kijk eens. Yes. Ga ook lekker zitten. Ja? Lekker zeg. Alsjeblieft. Eet smakelijk, jongen. Eet smakelijk, jongen. Goedendag. Hallo. Kijk eens. Dat is goed. Lekker. Lekker met een pizzaatje. Goed dag. Hier. Ja? Oké, okay, zet. Ja, net heb ik gevuld. Oké, okay, ik ga nu met. Ik weet niet of dit nou echt mijn dingetje is. Wat? Dit hier werken. Nee? Ik denk toch een beetje te rustig of zo. Je weet het nu al. Ik heb meer zoiets van, dan zit ik nu een beetje jullie tijd te verdoen. Het ligt niet aan jou of aan de, het is gewoon meer een bepaald gevoel dat ik zoiets heb van, nou, misschien is het toch niet echt dat ik mezelf hier de hele dag dan zie staan. Dat snap ik een beetje wat ik bedoel. Dus ik denk, ik kan beter misschien dan nu. Daarvoor moet je ook komen, neem maar dan stop als je dat gevoel nu al hebt. Dan ben ik een beetje jullie tijd ook aan te verdoen of zo. Ik vind het top dat je dat zegt. Ja? Ja, jij
juist heel stil. Ja, dat is eigenlijk veel beter dan dat je iedereen dat zegt. Toch? En dan sta ik een beetje met een dubbel gevoel. Gaarlijk, hè? Weet het zeker? Meer, ja. Jij bent dit sowieso oké, okay, toch? Tuurlijk, nee, okay. Echt. Maar je bent hier niet om iemand te vervangen. Nee, precies. Leuk je te ontmoeten. Kom je wel nog een keer een biertje doen? Ja. Precies. Dat heb je goed gedaan, hè? Dat was wel lekker ongemakkelijk. Ja, was maar wat was hij lief. Ja. Ik zat echt alleen maar, Ze begreep jou ook heel erg goed. Het was echt van, ja, ga lekker chillen. Ik snapte al niet dat je zo lekker weer. Want ik heel eerlijk, ik had echt niks te doen. Maar goed, dus als jij echt zo skeer bent dat je geen eten kan betalen, dan is dit een mogelijkheid. Ja, proefdagen zijn plannen, jongen. Proefdagen bij Ulrika. Doe het wel even bij iemand die het kan leiden. Ja, nou, vond je het een leuke video? Geef een like. Vergeet zeker niet op ons kanaal te abonneren. En volgende week zijn we gewoon weer terug met de Gierige Streek. Ja, dat was hem dan wel, ja, hè? Ja, toch? Daag. Kom mee. Nou, dat staat er ook op. We zijn een video aan het opnemen. Ja, ik wist dat hij het gelijk door. Wat is het? We zijn voor een programmaatje bezig. Dat heet Gierige Gasten. Nee. En het idee was een beetje hoe je kan laten zien hoe je gratis eten kan fixen. Okay. Dat je net doet alsof je ergens wil werken. Oh, en dan uiteindelijk en dan het personeelseten dan van, oh, ik hoef het toch je niet. Zit hier zit een cameraatje. En daar zit ook een jongen te filmen.